goede basisreiniging van uw gezicht bestaat uit het gebruiken van een reinigingsmiddel, een lotion en een crème. Gebruik deze drie producten altijd in dezelfde volgorde, zowel 's ochtends als 's avonds. Laat u een van deze drie vervallen, bijvoorbeeld de reinigingsmiddel, en gebruikt u alleen de lotion of de crème, dan zal uw crème niet werken. Gebruik ze altijd in dezelfde volgorde. U begint met de milk. De reinigingsmilk die zorgt ervoor dat het vuil van de huid af wordt gehaald. Breng de milk aan met een paar pompjes op de handen. Verdeel dit even over het gezicht. Masseer het even lekker in. Hierna kunt u een washandje gebruiken met water, zodat u de milk weer kunt verwijderen. Dan pakt u de lotion. Breng de lotion aan op een watje. En haal deze over het gezicht. De lotion zorgt ervoor dat het vetlaagje van de huid eraf gaat. Let op, gebruik hierna geen water meer, want water daar zit kalk in en dat verstoort weer de huid. Als uw huid eenmaal goed gereinigd is, kunt u een crème aanbrengen. Let ervoor op dat u wel een crème gebruikt die aangepast is aan uw huidtype. Weet u zelf dan niet zo goed wat uw huidtype is en wilt u daar advies over? Neem dan even contact met mij op door hieronder dit filmpje eventjes uw naam en telefoonnummer achter te laten, eventueel uw vraag, dan neem ik even contact met u op en dan kunnen we even kijken naar de mogelijkheden.